Wij staan hier in de Generatietuin. Een van de initiatiefnemers is Miranda Scheffer. Miranda, waarom ben jij begonnen met dit initiatief? Ik ben begonnen met dit initiatief omdat ik jong en oud bij elkaar wil laten brengen in de natuur. Ik wil graag dat oud de kennis overdraagt aan jong, want daar zit zoveel kennis in hun hoofd. Het zou gaaf zijn. Ik ben zelf een natuurmens van ouder. Mijn ouders namen me altijd mee naar de natuur. En ik hou er gewoon van. Dat is mijn passie. Ik wil het graag overdragen. En vind het jammer als het verloren gaat. Volgens mij moeten we veel meer terug naar de natuur. En kunnen we nog ontzettend veel leren, juist, van de natuur. Nou, dan heb je zo'n initiatief bedacht. Maar dan moet het nog uitgewerkt worden. Hoe is dat traject gegaan? Klopt, ja. Ik ben bij de Dorpstransvisie geweest. Begin dit jaar februari in de gemeente Wieren. En daar heb ik mijn droom, mijn passie verwoord. En blijkbaar heb ik dat op een hele enthousiaste manier gedaan. Want daar haakt er onmiddellijk een aantal mensen bij mij aan. En met hen zijn wij om tafel gegaan. En zijn wij gaan kijken hoe we het een en ander in werking konden gaan zetten. En dat traject, is dat een lang traject geweest of viel dat mee? Nou, dat viel erg reuze mee. In februari ben ik dus bij de gemeente geweest. Eind mei, 21 mei, zijn wij begonnen met een basisschool van groep 8 uit de Wiederode. 33 leerlingen hebben hier de moestuin mogen inplanten. En inmiddels zijn we in december. Dus binnen een half jaar is dit gerealiseerd door de gemeenschap. Door de ondernemers vanuit Wieren, door de gemeente en door onszelf. En zijn we inmiddels al een stichting geworden. De grootste tip, denk ik, is het gewoon doen. Gewoon gaan. Als jij denkt, dat is wat ik wil en daarvoor wil ik gewoon dat er meer mensen daarbij betrokken worden. Dan moet je gewoon met je enthousiasme en met een goed plan zorgen dat je meerdere mensen bij je krijgt. Zorg vooral op mensen die verschillend zijn. Maar wel hetzelfde denken, dat je met elkaar een bepaalde kant op gaat. En hoe was de medewerking vanuit de gemeente? Ja, vanuit de gemeente, die hebben het meteen omarmd. Ik heb meteen met verschillende beleidsmedewerkers mogen spreken in de gemeente. Die het een geweldig mooi initiatief vonden. Mij ook aangaven, Miranda, je hebt enorm grote ideeën. Begin simpel, hou het klein. En ja, ik ben heel erg blij met de samenwerking zoals die tot nu toe gaat. Op dit moment hebben we hier een moestuin. Dus de kinderen die komen hier hun eigen moestuintje onderhouden. En plukken daar dus ook hun eigen oogst van. Wat boven verwachting hoog was de eerste keer al. Dus het is super leuk om te zien. Daarnaast hebben we ons logo hierin geplant. Er is een insectenhotel neergezet. En we hebben een insectenboom. Met een gewoodcarfde boom vanuit het festival Het Houdt Nooit Op mogen planten. Voor solitaire bijen. Dus dat is wat er op dit moment is. Toekomstperspectief is groot. Als ik mag dromen, dan worden wij hier in Wieren de toeristische natuurlijke trekpleister voor heel Twente en misschien wel voor Nederland. Wat ik zie is een voedselbos waarin de kinderen, maar ook ouderen leren waar ons voedsel vandaan komt. Een waterpartij waarin we met de kinderen waterdiertjes en allerlei educatieve projecten kunnen gaan vormgeven. Een blote voetenpad met daarnaast een rolstoeltoegankelijk pad, zodat de ouderen erbij kunnen. En niet alleen de kinderen genieten, maar ook de ouderen, opa's en oma's. En de kinderen die wellicht in een rolstoel zitten of gehandicapt zijn. Eigenlijk ontstaat daar een natuurlijke ontmoetingsplek voor iedereen. En wat wil je daar? Wil je genieten? Ga je lekker op een bankje zitten? En wil je met je handen in de grond en wil je meehelpen aan het realiseren van een project? Dan is het natuurlijk super gaaf. Dat is wat ik voor ogen heb en zie.